Good! Lieve, lui, dames en heren, jongens en meisjes, ik zit hier met the one and only Milan Knol! We zijn hier, ik heb een cadeautje voor je. Van de Turkse supermarkt. Als je denkt, ze zijn nat, dat komt door de regen. Thanks, Turk. Want het ligt... Christmas. Ja, want ja, dat is ook zo. Ja, dat is van een Turkse. Maar ja, maar ik heb een grappige editor die kan er wel weer het leukst van maken. Tot zover, wij blanke boys. Ik weet niet of ik dit lust. Godverdomme, man. Ja, maar jij doet dit standaard. Ja, dat staat zo op, toch? Proberen. Jezus. Wat een wijf ben jij. En dan zegt iedereen, oh, best wel lekker. Oh, best wel lekker. Oh, lekker. Milan. Ja. Het is december, Kelsember wel geteld. De maand waarin ik om de dag een video upload als we het aantal likes halen wat ik aan jullie vraag. En vandaag is dat dit aantal. Wat doe je nou? Like de video, want anders komt er overmorgen geen nieuwe video. Oh. Er moet zoveel likes komen er. Ik weet het nog niet, dus ik ga het gewoon in beeld zetten. Wij hebben ook een jaar geleden een video gemaakt. Ja. En die deed het bijzonder goed. Ik dacht, we maken een deel 2. Ja hoor! We hebben ook een auto. Oh, nou ja, die is er volgens mij een miljoen keer bekeken. En dacht ik, nou, zonde als we dat niet even uit gaan melken. Ja, dat klopt. Milan! Dit was niet expres, hè? Ik heb vorige keer een stoel bij jou gemold, weet je nog? Oh ja! Flashback! Eigenlijk, die krijg ik nog van je, hè? Dit was zo lekker. Ik bedoel, met de stoel. Kelvin. Dat is de stoel. Ga je gang. Dat is deze stoel. Mag ik die stoel kapot maken? Ga je gang. Oh, nice, man. Nou. Kijk, dat begint erop te lijken. Nou, ik ben nog steeds fout van de vorige keer. Ja, kijk dan. Oh, Milan Knol. Oh. Dit is... En ik heb daar geen spijt van. Want het SD-kaartje was verloren en het kostte 5 uur van mijn tijd. Oké, we gaan beginnen met auto's raden van YouTubers deel 2. Dat was wel even een intro, zeg. Ja, deze intro was bijzonder. Oké, ik schat mijn kansen vrij klein in. Ik ook. We gaan gewoon lekker los. Audi Q7. Dat is thuis een proefrit. Die is niet eens van hem. Nee, dat weet ik niet. 3, 2, 1. Nessim. En die Don de Jong heeft natuurlijk die RS. Ik wist dit. Ah, I fooled you, motherfucker. Nessim? Volgens mij is het Nessim. Nee, grapje. Familie Lacap. Oh, hebben die een auto? Ja, tuurlijk, familievloggers, man. Big business, man. Oké, allebei fout. BMW 1. Wie gaat er überhaupt zo op een auto zitten? Dat was precies hetzelfde wat ik me afvroeg. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, dit is toch gewoon die toffe foto van Just Bought This Car, zo proud. BMW'tje, leuke neus, leuke snuit, gewoon. 3, 2, 1. Paraduze. Vincent Visser. Wat? Paraduze. Paraduze, is die dik? Nee, dat is een Fortnite streamer die ik ineens heb ontdekt. Kai van de Voort. Oh. Oh, wow. Ik dacht het alleen maar over YouTubers. Zo, dat gaat goed met hem, of niet? Mercedes A45 AMG. Jezus, wat dit, voor bak is dit? Wat voor rap is dit? Dit is wel echt fucking Bumblebee. Dit is een soort Bumblebee, man. Van fucking Bumblebee. Ja, dit is sowieso een YouTuber. Echt? Ja, want dat zie ik aan zijn houding, zijn haar en de auto. Ja, en hij, volgens mij heeft hij trainingsbroek aan. Ook dat nog. Dus kan ook een voetballer zijn. Misschien is het een combinatie. Oh, ik weet het! Ja! 3, 2, 1. Tuzani! Ja, ik wil ook Tuzani. Kut! Zelfs zijn outfit gematcht als een auto. Oh my god. Die is wel heel nasty hoor. Ik had het moeten weten ook. Ik vind dit lekker man. Gewoon je tanden erin doen. En dan niet opbijten. En niet doorbijten. Oh, dat ga ik ook proberen. Dat vind ik wel lekker. Oh ja. Het is een soort van satisfying. En het squirt wel een beetje uit. Oh, dat is lekker. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe ASMR video. Dat is echt lekker hè? Ja. Wacht, ik wil nog één ASMR doen. Oh, die is lekker. Opel Grandland X. Ik weet het. Ik weet niet eens wat... Ik fucking know, I know this one. Waarom zou je een Opel rijden? Vier leden auto's. Nou, omdat ze gesponsord worden door Opel, dat weet ik. Oh, dan is het familie. Maar jij zei ze. Mm. Ik zou het echt niet weten. Maar ik gok dan, 3, 2, 1... Berlingo! Doem, 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 doem. Ik denk Beauty Gloss Masha. Oh. Laten we kijken. Ja, ik heb het goed! Ja, zie ja, nee, kan je het door iets anders gesponsord, maar nice man. Maar ik vind het ook wel een auto die bij haar past. Hé, maar ik heb mijn punt, ik weet niet, maar... Ja, kijk, deze weet ik. Echt? Ja. God! 100%, 100.000%. Ik had hem eigenlijk al verklapt net, dus als je een beetje oplette dan... Oké, dan ga ik wat zeggen op basis van het feit dat jij het zeker weet. Dan is het sowieso iemand die jij goed kent. Want jij kijkt zeg maar niet naar anderen überhaupt op YouTube. Jawel. Oké. 3, 2, 1. Linktijger. Don de Jong, 100%. Kap! Boom!
zei het. Waarom heb ik altijd het idee dat Don de Jong nog steeds 13 is? Ja, is hij dat niet? Wat zou dat nou zijn? Ik zou het echt niet weten. Nee, ik denk Dylan Hagens. Irma Knol. Enzo Knolles. Jouw bloedbroer. Redactie, knap werk. Heel moeilijk. Dit is Milan's stijl, hè? Tell him, boy. Ja. Kijk, dit was een foto van mij vroeger met een roze petje. Ga je veranderen, jongen? Inderdaad. Ja, deze weet ik ook. Godverdomme, waarom weet ik dit niet? Kijk, dit is sowieso uit een video van Day One. Die heb ik allemaal ook gezien, alle afleveringen van Day One. Ga hem maar aftellen. Oké, 3, 2, 1. JJ Bosch. Giel. Welke Giel? Van Stuk TV. Hou je bek, man. 100%. Wat? Hij heeft twee auto's. Ja, Giel die dacht, ik heb die miljoenendeel bij Talpa binnen. Nou, dan koop ik gewoon twee. Juist. Dan koop je een boot en dan koop je twee boten. Dan koop je een boot met een heli-platform en dan... Waarom denk je dat ik een huis heb met een zwembad? Niemand had dat nog, dus dan doe ik dat, weet je wel. Waarom denk je dat ik deze krabpaal heb gekocht? Ja, niemand had die nog. Laat jullie zien hoeveel knaak ik heb. Hé, maar jij staat gewoon voor. Kak! Staat 3-2, dames en heren. Ferrari 812 superfast. Wat? Heeft er iemand een Ferrari? Papi, ik weet precies wie het is. Oh, dan weet ik hem ook. God! Ik zag de kleur en toen dacht ik, het is compleet. Ah, ik weet het al. 3, 2, 1. Jawbreakers! Spreek de tent af! Scoopie erbij, we gaan verkoud. Ga verkoud! Scoopie erbij! We breken die hele tent af! Wat tamelijke legend. Jawbreakers! Ja. Mercedes. Ja, deze weet ik denk ik. Wel, ik ken maar één iemand met een Mercedes. Hokka maar. Godsamme, wat moeilijk, man. Weet ik veel. Ja. 3, 2, 1. JJ Bardo Allens. Bardo Allens. Die heeft niet eens een auto. Gast, je weet het niet. Maar het is ook niet JJ. Oh, Roy. Oh. Heeft hij zo'n auto? Waarom praten wij in één keer zo? Ja, dat weet ik ook niet. Wat bijzonder. Zullen we dat gewoon voor altijd op deze manier blijven doen? No, nee. Oké. Okay. Step. Drie. Step 3. Wow, deze is sick. Wat voor merk? Oh, dit is sick. Oké, maar we doen dit dus nu eigenlijk vanaf hier samen. Want het gaan we natuurlijk gewoon in overleg doen. Het is van een kind. Nee, hij is denk ik niet goedgekeurd voor de weg. Want hij heeft ook geen zijspiegel. Het is geen APK. 3, 2, 1. Bellinga's. Wat? Madelief was wel een meisje die hem heeft. Ik denk Bellinga. Are you kidding me, bro? Je had dit moeten weten! Hoe had ik dit moeten weten? Ja, dit is toch jouw maat? Ja, natuurlijk, het is een van mijn beste vrienden, maar bro, nou, maar dit is niet zijn auto! Nee, maar je weet dat hij in staat letterlijk met dit ding op de foto! Ja, wie doet dat nou? Ja, hij. Hij rijdt heel wat anders. Hij rijdt, ga ik niet zeggen wat hij rijdt. Misschien komt het nog. Oké, Tesla Model S. Ja, die weet ik ook. Ik ken die plek! Hè? Ik weet hem, denk ik, ja. 3, 2, 1. Dylan Hagens. Is het waar? Ja. Jij staat nog steeds voor. Echt? Ja. Het is een strijd! Oh ja, we moeten winnen. Het is toch een wedstrijd? Porsche Panamera Turbo. Waarom zeg je dat? Porsche Panamera Turbo. Dit is een mooie, leuke auto. Dit is wat Enzo had. Ik weet van wie het is. Ik weet het niet. Nou ja. Maak nou gewoon een keuze. Je zit nog een twijfelgevalletje bij jij. Oké. 3, 2, 1. Thomas. Giel. Ik denk Thomas van Stuk TV. Ik denk Giel van Stuk TV. Oh, dat is een tweede auto natuurlijk. Oh nee. Sorry. Oh, ja, maar dit wist ik ook. Ik wist dit. Waarom zeg je het dan niet? Hij was toen bij Enzo die dag. Waarom zeg je het dan niet, gast? Hij had het toen ook van, ik ga hem kopen. En ik was daarbij en ik wist wel. Zeg het dan. Ik had het moeten weten. Ja, deze weet ik ook. AMG. Ja. Dus, een YouTuber? Nou, dat is niet echt een YouTuber, denk ik. Nee, dat weet je niet. Jij weet hem ook, hè? Ja. Ja. Volgens mij is geen YouTuber. Dit is wel een meneer met money, 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 money. Ja. Ja, dit is een meneertje met een grote meneer naar beneden, denk ik. 3, 2, 1. Lil Kleine. Ja. Ja. Ja, maar dit is Ja, hij heeft een contractje met z'n... Oh, ja, oké. Nou, is goed. We zijn 10 jaar verder. Kleine begint ook eens een keer met YouTube. Is goed. We waren er al 10 jaar geleden al bij. Wij waren veel eerder. Tesla Model S. Zwart. Deze garage herken ik. Yo, maar dit zijn allemaal van die zieke auto's die daar staan. Ik weet het ook allemaal niet. Jongen, ik ben hier echt totaal niet mee bezig. Ik weet hem. Ik weet hem. Oké, nou zeg het dan maar. Ik heb geen idee. Nee? Weet je het echt niet? Ja, goed hè. Kwebbelkop. Kwebbelkop? Ja, ik zeg het. Ik moet toch wat zeggen? Hanwee. Oh ja, kut. Hanwee. Volgens mij heeft hij zo'n een. Ja! Ik wist dit ook gewoon. Godverdomme! Je staat 2 punten voor. Mini Cooper Countryman. Oeh, er kwam meteen een naam in me op. Ja, ik weet het.
Denk ik. Ik denk dat ik het weet. Oh nee, maar ik weet het niet meer. Kom op Milan, focus maat. Ja bro, ik wist dit. Dit is Royalistic, zijn tweede auto. Giel zijn derde auto. Dit is Brit Schotten. Ja? Nee, weet ik veel, ik zeg maar wat. De Jonne. Oh. 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 Ja, dit is wel een stoere. Suzuki Vitara. Dat weet ik echt niet. Nee, ik heb ook wist niet eens dat deze auto bestond, man. Wie woont er ook zo met een receptie daarboven? Waarom zou je daar wonen? Zet je je auto binnen? Ja, nou ja, dit is Paul. Dit is King Alert. Nee, ik zeg Bram Krikke. Gast. Wat? Ik had er geen auto rijden. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet wat Suzuki Vitara's kosten, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik gok 80, 90, 80 denk ik. Leverbaar vanaf 22.000 euro. Wat? Zo. Doe mij er maar 3! Het is dus een soort budget SUV. Ja, we zitten echt als dwaas hier naar te kijken. Weet ik veel, joh. Ik heb ook geen idee. Ik weet ook niet of als ik nu naam zet of het een belediging is of een compliment. Ik vind dit wel echt een bak voor Sophie Milsing. Vind je dit een vrouwenauto? Morog. Emre. Ken jij waarschijnlijk niet eens. Nee, die ken ik niet. Kijk, ik ga toch mijn keuze aanpassen. Ik weet het namelijk. Hoe kan je dit ineens weten? Oh, ik weet hem. Ik weet hem. Oké, 3, 2, 1. Nina Thomas. Warink. Nee, dit is Nina Warink. Veetorven! Shit, dog. Klasse, hé? Ja, zo'n klein pikkie in zo'n grote Kijk auto. Kijk dan, deze gast is... Holy moly. Mag hij rijden? Mocht ik willen dat ik een auto had op die leeftijd. BMW 5 serie. Ga maar door dit. Nou, even het is ook een lelijke velgen. Ja, dat is puur lelijk. Dus ik ga op basis van de omgeving, hè. Het is een soort halve boerderijtje. Dus ja, dan weet ik het wel. Dit is overduidelijk. The one and only. All time favorite. Cherry on top. Meestelijke. Joey Bravo. Prankster. Oh, ik dacht John van Prankster. Nee joh, die gaan toch niet in deze quiz doen. Die bestaat al niet meer. Nee, ja goed. Oké, denk ja, God. Joey God. Bravo? Nee, helemaal niet. Dit is ondermaats voor hem, denk ik. Dus. Dies. Jezus, lelijk. Even heeft een paint job Area 51 gekregen. Wat is dit? Met die alien velgen. Wat de hel? Wat doe je, Ties? Laat het los. De hele Area 51 zit. Het is klaar. Je hebt gewonnen. Oh, yeah. De 2019 editie van Auto's Raden van YouTubers is gewonnen door Milan Knol. Woe! Abonneer op mij, abonneer op Milan. Wil je nog wat leuk tellen? Abonneer op Carl Sember. Like deze video, anders komt er overmorgen een nieuwe video. De groeten van ons twee. Later. Welkom thuis.